De veiligheidsplannen die zijn ingezet voor de rechtszaak tegen ex-president Desiree Bouterse zullen ook na vandaag gelden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat deze veiligheidsplannen aansluiten op het landelijke veiligheidsplan dat op de veiligheidsplannen van onder meer Justitie en Politie en het ministerie van Defensie zijn gestoeld. De veiligheid moet voor de feestdagen en daarna gegarandeerd zijn, zegt de bewindsman. De Commissie Evaluatiestatuten, SAO en SPWE, heeft een eindverslag van de evaluatie overhandigd aan AWJ-minister Stephen McAndrew. De evaluatie was noodzakelijk in het streven naar meer efficiëntie en effectiviteit van zijn werkarmen. Aangezien zij ook uitvoerder zijn van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid, tegen deze achtergrond heeft minister McAndrew in maart 2023 een commissie geïnstalleerd om de statuten van deze werkarmen te evalueren. De evaluatie heeft geresulteerd in advies voor aanpassing van de statuten om beter te kunnen inspelen op de uitvoering van het nieuw arbeidsmarktbeleid. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer van het ministerie van OW is samen met Up to You Foundation en Vitali Group begonnen met een initiatief om de Surinaamse samenleving op een andere manier te benaderen hoe om te gaan met afval en vooral met zwerfvuil. Door middel van geschreven teksten op borden is zaterdag het startsein gegeven in het district Wanica. Er zijn afvalborden met 9 verschillende teksten geschreven en in totaal 27 borden gesponsord door Vitali Group. Er zullen op 14 locaties afvalborden geplaatst worden in Paramaribo en Wanica.